Het Movies That Matter Festival is het festival voor de geëngageerde film. Met meer dan 70 films en documentaires door bevlogen filmmakers van over de hele wereld die de ogen willen openen voor mensenrechten en menselijke waardigheid. Vanavond vindt hier de wereldpremière plaats van de film The Invisible Man. Dat is een film over Palestijnse homo's die op de vlucht zijn. Hey, we just got started, you can't end us now. זאת הפעם הראשונה שהכרת פה גבר בתל אביב? אפילו לא בא להגיד את השם שלו בכלל. איך נודע לאבא שלך? בדרך איזה חבר. לא יודע, פעם עולבתי אותו, אז אבא שלי מתקשר אליי, הוא אומר, תבוא הביתה, צריכים אותך. הלכתי הביתה, ואבא שלי אומר לי, אם היית יום שישי לפני שבועיים, מי היית? אמרתי לו, אף אחד, יש לך חברים, מה זאת אומרת מי הייתי? אומר לי, יש לך תמונות, שאתה מתנשק עם מישהו, ואתה עושים סיקס וכל מיני. ואחרי זה אבא שלי הביא סכין, אז כמעט שחררת אותי, כמו כבש, כמו עז. חטפתי מכה פה בפנים, כל הצלקת. וברחתי מהבית. Naast de films en documentaires biedt het Movies That Matter Festival ook ruimte voor verdieping. Zo is er na deze ingrijpende film een nagesprek met de makers, onder leiding van Rick van der Westerlaken. Nou, ik denk dat mensen vooral moeten gaan kijken om een horizon te verbreden. Je ziet eens een keer wat anders dan de dingen die je op de Nederlandse televisie zou zien, of in de Nederlandse bioscoop. Dit is echt een film over een probleem wat nog niet eerder in beeld is gebracht en waarvan ook de Israëlische ambassadeur zei van eigenlijk wist ik niet eens dat dit bestond. En dat is toch wel volgens mij het doel van Movies That Matter en ook van een documentaire maken, is dat je iets aankaart wat in de maatschappij gebeurt en waar we misschien met z'n allen toch eens over moeten nadenken. وكان كل شو قالت لك انت اما انت كنت ما بدي اسافر بطلع قلت له خلص عرفه بس يعني انت عندك ام وهيك كيف قاعدين كيف يعني تشتاق الاشتياق انا بدي اشتاق بس ما فيش حل شو بدي اسوي يعني بقدرش ارجع ازورهم خايف ممكن بعد كم سنه تهدى الامور شو بعرفك بجوز يعني يرجعوا يهدوا يحسبوا ويفكروا بالموضوع ينسوا الموضوع شو بعرفك انت شو بصير بعد كم سنه openlijk homoseksueel presentator van het NOS-journaal. Wat doet dat met jou als je deze jongens ziet die dan zo nog aan het begin zijn, aan het begin staan van een emancipatieproces? Ik denk alleen maar dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad dat ik in Nederland ben geboren als ik deze film zie. En dat alle onze problemen die wij hebben, ook al voelen die soms als heel groot en heel vervelend aan, dat die toch maar zeer marginaal zijn vergeleken bij het leven wat deze mensen moeten leiden. En dat geldt natuurlijk voor heel veel documentaires die je ziet over mensen in nood, zoals op dit festival. Je wordt toch steeds weer bewust van het feit dat je in een land leeft waarin in principe iedereen vrij is. Ja. En dat is natuurlijk wel een groot goed. Zo laat ze me gaan tegen zak, hè? هاي يريف اسمع ايش بوم استراد في كيما دالت ماير ماير تبو ماير يريف Na afloop vertelde de filmmaker Yarif Moser mij nog meer over deze fantastische film. I never met any gay Palestinian in Tel Aviv. I didn't have no one from my friends. Of course I haven't been to the West Bank. I cannot. There is a wall. I cannot move. It's illegal to go to the other side. I did it in the film. And I did something which I will not say here, what it is, because I'm placing. I did something illegal. Going to the West Bank is illegal. Wow, I'm very proud of you. You feel probably very proud yourself, or not? It's only the beginning. I want this film to be to people, yeah, all over the world, to people to see it, to be broadcasted, to change something. As you said, I'm still optimistic.
Well, that's. I wish you all the best. Good luck. Thank you very much. And thank you very much for your excellent movie. Thanks. Thank you for. You know, this film is an Israeli-Dutch co-production. So thank you, Dutch people, for doing, helping doing this film. Really, thank you. De film The Invisible Man is ten einde. En zoals jullie zien hier achter mij gaat het gedruis nog even verder om de film te bespreken. Ik heb er ontzettend van genoten. Wil je ook een film zien? Ga dan naar moviesthatmatter.nl en kijk op het programma welke films er allemaal te zien zijn.